Goedemorgen, het is zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik was begonnen met project plafondventilator. Ik heb even opengedaan, het lampje brandde al. En op de een of andere manier heb ik altijd reden dat ik een soort van moet verantwoorden. Omdat het natuurlijk ideaal is als je elke dag dat mooi eerst naar het strand kan. Goedemorgen, het is zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Het belooft een warme week te worden, dus daar word ik natuurlijk al heel blij van. Ik denk dat het een paar dagen strand wordt, hoop ik, maar ik neem jullie mee. Ik zit lekker in de zon om een boek te lezen. Ilko ligt lekker in de hangmat, dus we hebben een heerlijke chill zaterdag. Het is 21:30 s'avonds, de lampjes zijn al aan. Wij hebben een filmpje gekeken, de hond uitgelaten en we gaan naar bed, dus wel te rusten en tot morgen. Goedemorgen, het is zondag en we hebben niet echt veel op de planning. Wat wel handig is, we hebben laatst een plafondventilator gekocht. Dan wordt het natuurlijk heel erg heet. Dus die moet nog opgehangen worden. Die staat nog hier in de gang. En verder moet er nog iets in de tuin opgehangen worden. En dat is het. Dus we hebben een heerlijk rustig zondagje met stralend weer. Wilco is begonnen met project plafondventilator. Alles ligt uitgestald op bed. Maar het is een heel zwaar ding, dus ik denk dat hij tijd nodig heeft, dat ik dat niet ga redden. Maar het is een heel gepiel. We komen er wel. Oh, hij zegt, we komen er wel. We zijn weer een stukje verder. Hij zit in elkaar. Nu moet hij nog omhoog. Nou, en dat gaat dan dus zo. Samen. Maar ik kan het niet zo makkelijk filmen zo. Dus. Ja! Hij doet het. Woehoe, zonder ruzie te maken. Oh, wat lekker zeg. De ventilator hangt. En toen gelijk nog even boven. Het kamertje. Moest die nog opgehangen worden? Die plank. Nu mis ik nog dozen. Want ik kon toen maar één doos bestellen. Dus voor het op te ruimen. En dozen voor achter de deur, maar het staat nu een bananendoos. Dus op zich niet zo'n ramp. Oeh, buiten adem. En ik ga ook nog even liggen nu. Ik ga even rusten. Veel gedaan samen. En gaat dat dan altijd even soepel? Nee. Wilco vindt dat ik pas 4 uit bed ben. Maar mijn lijf zegt dat ik naar bed moet. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik luister nu toch naar mijn lijf. En dan heb ik in ieder geval nog iets aan de avond. Dus ik ga toch echt even mijn bedje opzoeken. Het licht heeft me echt even heel goed gedaan. Gisteren kwam ik er eigenlijk zieker uit dan dat ik heen ging. En nu denk ik echt, oh lekker. Ja, ik heb nog wat aan mijn avond. Dus ik sta groentetjes te snijden, overtjes aan. Dus ik sta lekker te koken. En ik hoop dat we eigenlijk weer een filmpje of zo zouden gaan kijken. Dat deden we gisteravond. Dat was wel weer heel gezellig. In plaats van allebei apart iets kijken. Dus wie weet, eerst lekker koken. Goedemorgen, het is maandag. En maandag is altijd een boodschappendag. Er komt iemand kijken. Dat ik aan het doen ben. Ja, en verder eigenlijk niet. Morgen lekker naar het strand. Het wordt een hele mooie week. En dat is het. Zo, alle boodschappen zijn opgeruimd. Dus ik ga even lekker met wat te drinken in de tuin zitten. En wij zijn na het eten nog even onderweg naar de macro voor het hondenvoer. Als we voor hondenvoer komen, dan is de kar toch altijd weer vol. Ik heb hem even open gedaan. Het lampje brandde al. Een beetje vroeg aan. En ik ga nog eventjes lekker ontspannen. Voordat ik naar bed ga. Het is dinsdagochtend. Ik heb mijn strandtas klaarstaan. Die staat eigenlijk altijd al bijna helemaal gevuld klaar. Omdat mensen vragen eens hoe dicht woon je dan bij het strand. Ik ga trouwens de hond gaan naar bed. Wij wonen 16 kilometer van het strand vandaan. Dus vandaag mijn strandtas altijd klaarstaat. En laatst vertelde ik dat ik bij de Primark een beachbag gekocht had. Moet ik even zoeken waar die zit. Die gebruik ik namelijk, een bikini bag. Oh ja, dat was het, een bikini bag. Die gebruik ik nooit voor mijn bikini, maar voor mijn e-reader, mijn portemonneetje en mijn geld, of mijn telefoon in te doen. Als ik dan wat op het strand, op het terrasje ga eten of drinken, dan hoef ik alleen maar dat eruit te halen. En dan weet ik ook dat het goed zit. Dus mijn koeltasje is gevuld, want ik ga vandaag niet op het terras zitten, maar lekker op een bedje liggen.
Dus ik ga lekker naartoe. Nou, dit is dus het voordeel van door de week kunnen. Een van de weinige voordelen die ik zie van het niet kunnen werken. Omdat ik het echt ontzettend mis. Ik heb altijd voor de klas gestaan en ik mis het ontzettend. Maar ja, mijn lijf laat gewoon niet toe om wat dan ook voor werk te doen. Maar dit pak ik dan als een klein voordeeltje. En dat maakt mijn dag weer mijn lievelingsdag vandaag. En nou, zodra ik hier loop, ik kost me wel altijd een klim. De duin even door, maar het is maar nog geen 5 minuten. Maar dan voel ik altijd gelijk zo. En het maakt ook niet uit of het nu zomer is of winter en sneeuw. Ik word hier gewoon blij van. Dus ik ben blij dat wij er niet zo ver vanaf wonen. Hoewel we ook de droom hebben om over een aantal jaar in het bos te wonen. Geniet ik nu nog lekker van het feit dat we hier wonen. Ik moet een stukje omhoog. En dat voel ik. Maar ik ben er bijna. En er werd een paar keer gevraagd, waar zit je dan op het strand? Wij hebben strandslag 2A. En daar zit maar één strandtent, Zuiderstrand. Het strand heet ook Zuiderstrand bij Kijkduin. En dat maakt het juist zo relaxed, omdat er gewoon veel minder mensen komen dan op het grote toeristische Kijkduin. Na nog geen 5 minuten lopen zie je dus dit. Heerlijk. Ik ben weer lekker thuis. Het was een beetje druk op de weg, maar het was te doen. En op de een of andere manier heb ik altijd reden dat ik me soort van moet verantwoorden. Omdat het natuurlijk ideaal is als je elke dag dat mooi weer naar het strand kan. Maar vergeet niet, mijn lijf is ziek. En of ik nou hier ben of op het strand ben, waar ik ook heen ga, mijn zieke lijf neem ik mee. Dus als ik nou op vakantie ga, dan gaat ook alle pillen mee. Naar het strand gaan alle pillen mee. Ik zeg me heel goed, als ik thuis ben, heb ik ook pijn. Dus af en toe mag ik ook echt wel van mezelf iets doen. En dan extra pijn hebben, maar ook extra genieten. En dat is denk ik wel mijn kracht. Dat ik heel erg geniet. En ik echt bewuste keuze maak om dingen te doen. Waar ik extra van geniet. En dan, ja, of ik daar dan morgen last van heb of niet. Ik heb vandaag een geweldige dag gehad. Dus ik ben even benieuwd of jullie dit ook elk jaar hebben. 1 dag per jaar vliegt het hier helemaal vol met vliegende mieren die uit de nesten komen. Morgen is het weg, maar vandaag... Het is inmiddels 8:30. Mijn honden zijn uitgelaten. Ik ga maar zo afspoelen. Niet meer mijn haar wassen, heb ik geen energie meer voor. Dus dat is ook van vandaag. En mijn bedje in. Ik had gelukkig gisteren al extra gekookt. Zodat ik ook niet meer hoefde te koken vandaag. Dus dat scheelt allemaal. En nu ga ik lekker in bed bijkomen. Dus wel rusten en tot morgen. Het is 3 uur 's nachts. En op het moment dat ik mezelf dus beroerd voel, krijg ik dus dit, dat Max ziek is. Dus ik loop in het pikken donker. Buiten, in mijn badjas. Omdat meneer aan het spugen is en diarree heeft. En ik geen puff heb om me aan en uit te kleden. Dus ik loop buiten in mijn badjas. Inmiddels is het 7:30 en ik zie er niet uit. Ik heb een uurtje slaap gehad. Ik ga even plakbanden, want ik heb allemaal nieuwe rupsenbultjes. En dat schijnt de truc te zijn om de brandhaartjes eruit te halen. En ik moet zeggen, het werkt ook echt wel. Dus met plakbandje brandhaartje even uit de bultjes halen. En dan, ik merk daar wel praten, ik ben kapot. Dus, honden uit geweest, terug naar bed. Goedemorgen, het is woensdag en het is weer prachtig weer. Wat boffen we. Ik heb sinds jaren weer eens een badpak aan. Ben ik eigenlijk team bikini, maar ik vond deze zo lekker vrolijk. En redelijk sexy, dat ik dacht, nou, probeer hem. Dat was een aanbieding bij de H&M in de sale nu. Dus koop je. Vandaag zou mijn nicht komen, gaat niet door. We hebben het door de warmte even afgezegd. En ja, ik denk dat vanavond de barbecue lekker aangaat. Dan moet ik nog even iets verhalen. En verder relaxen, want ik heb echt een slechte nacht gehad. Moe dag gisteren, alle herrie en drukte omheen. Maar het wordt vast een leuk dagje. Inmiddels is het 3 uur. Wij hebben samen even gefietst. Ik vond dit heel erg leuk te doen bij anderen. Een tafelklem. Die je op je tuintafel en dan leuk versiert. Nu heb ik even oude lampjes erop gedaan om te kijken hoe het staat. Maar die was 35 euro bij de Intratuin. En dat vond ik een beetje te gek om te kijken of ik het wel echt leuk vond.
En nu had ik hem via Marktplaats, een dorp Marktplaats, voor 5 euro. Dus dan dacht ik, nou, dat kan ik mooi ophalen, uitproberen, oude lampionnetjes. Maar ik vind het eigenlijk wel heel gezellig. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag staat. En dan ga ik nu naar bed, na de plaknacht. En dan heb ik straks nog even tijd voor de barbecue voor te bereiden. Want we gaan lekker samen barbecuen. Dus voor nu, ook al doe ik niet veel, toch even rusten. We hebben lekker wat met barbecue gegeten, met salade. Dus lekker simpel, maar lekker. Daarna hebben we nog even in de jacuzzi gezeten. En nu gaan we met de honden lopen en lekker liggen. Dus wel rusten en tot morgen. Het is donderdag en het is al middag. Ik ben vanmorgen lekker met mijn ouders op pad geweest. Ik moet vandaag nog even de 2 logeerkamers op orde maken. Want morgen komt Kelly met de meisjes slapen. We hebben gezellig een paar dagen strand met elkaar. En ik moet eigenlijk nog de vlog editen, want ik heb morgen geen tijd voor. Maar ik dacht, dat kan ik misschien wel vanmiddag lekker op het strand doen. Dus misschien dat ik nog een paar uurtjes strand pak. Maar voor nu ga ik eerst even opruimen. Hier, waar de mannen sporten normaal, moeten dus bedden komen. Dus ik moet opgeruimd. En dan het andere kamertje. Hiernaast. Hier heb ik dan ook een logeerbedje gemaakt. Dus ik heb wat te doen. Hier is een bedje. Met een ventilator. Hier kan eventueel nog het campingbedje staan voor Felina. Dat is 1. En nu deze bende nog. Zweet loopt over mijn lijf, maar ik beloof me daarna lekker naar het strand te gaan. Dus dan trek ik de ventilator weer aan en dan doen we het maar eventjes. Morgen is het boven in ieder geval klaar. Dat doe ik expres vandaag, zodat ik de energie verdeel. En dat ik morgen alleen nog maar hier op de hoek een boodschapje hoef te doen voor het eten. En dan alleen nog maar energie over heb voor hele leuke dingen om te doen. Dus vandaar dat ik het verdeel. Het staat klaar boven. Ik zal het straks wel even laten zien. Maar nu heb ik mijn tas gepakt en ik ga nog even lekker naar het strand. Het strand is er zo dichtbij. En als ik toch moet gaan editen en zitten, dan doe ik dat net liever op het strand. Dus ik ga nog een paar uurtjes naar de zee. En ik neem jullie mee. Ik zit al in de achtertuin. En daar is het strandtent. Nou, tijdens mijn revalidatie stroomde ik hier dus van dat ik op het strand zou zijn. Elke stranddag die er was, die mooi was, dat ik die zou pakken. En nu doe ik dus eigenlijk gewoon wat ik waar ik van droomde. Dus als je nog in het proces zit, echt blijf doorknokken en werk naar die droom toe. Want als je er eenmaal bent, is het heerlijk. En dan heb ik ook nog mijn favoriete geitenkaas tosti met dit uitzicht. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik ga even snel naar de Jumbo. Ik ga lekkere dingen halen, want we hebben meidenweekend. Kelly komt met de meiden gezellig langs. Die is al onderweg, dus ik ga snel halen. En wie altijd denkt dat mijn haar altijd zo perfect zit. Dit is het haar wat ik heb als ik mijn haar was en niks aan doe. Eén grote poedel krullenbol. Maar ik ga toch naar het strand, dus maakt niet uit. De meiden zijn er. Ja, ze zijn lekker. En wij gaan ons klaarmaken voor naar het strand. We gaan. Oh, en de jongens zijn er ook. De jongens zijn er ook, maar die gaan niet mee. Nou, wij zijn lekker op het strand. We hebben heel veel lieve heersbeestjes. Daarom gaan we naar het water, hè, Amy? We gaan lekker naar het water, hè? Oh, wij zijn weer terug van het strand. En wij zitten lekker toastjes en zo te eten en te spelen. Feline. Gezellig. Het is bijna 2 uur 's nachts en ik ben nog steeds wakker met de plaknacht. En ik voel me beroerd, want ik moest hem vanavond plakken, heb ik geplakt. En dan heb ik natuurlijk weer een dawn, een piek. En toen is hij weer afgegaan onder de douche per ongeluk, dus het begon weer opnieuw. Dus ik heb een heftig avondje daarvan uiteindelijk gehad. En ik ben dus toch klaar wakker, ondanks dat mijn ogen half dicht zitten, kan ik niet slapen. Ik heb gewoon een hele leuke dag gehad met die meiden. Ze liggen nu allemaal boven te slapen, dus morgen zijn ze er ook nog. En ik heb wel gewoon 's middags ook mijn rust gepakt. Ik ben naar bed gegaan, iets over 4. En ik heb iets van een dik uurtje gelegen. Heb lekker frietjes gegeten. En toen zijn de meiden in bad geweest en naar bed.
En dat was nog een heel circus, want logeren is te leuk. Dus slapen wilden ze niet. Ja, weet je, logisch. En hier mag eigenlijk bijna alles, als het maar een beetje binnen de beperken blijft. Maar gewoon, ja, weet je, kom dan nog maar even naar beneden. Je hebt zoveel leuke dingen gedaan vandaag. Dat ik het snap dat je dat nog niet helemaal verwerkt hebt en wakker ligt. Net als ik. Dus die zijn beneden geweest. Uiteindelijk zijn we om... ja, ik weet het eigenlijk niet eens. Volgens mij lag ik om 22:30 in bed of zo uiteindelijk. En ik dacht, ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Dus dat ga ik bij deze doen. Ik hoop dat je het een leuke week vond om te kijken. Vergeet niet te abonneren. Met duimpje omhoog. En tot volgende week. Doei!